De hele maand september zijn er weer veel activiteiten en acties die te maken hebben met 75 jaar Market Garden. De komende weken staan bol van de herdenkingen en festiviteiten. De VVV Rijk van Nijmegen laat een speciale munt maken. En er is een speciaal nieuw Nijmegen t-shirt. Nou, zoals je weet hebben wij al jaren, volgens mij al een jaartje of acht, hebben we de Nijmegen t-shirtjes. En ooit heeft Richard Hendricks, voor velen misschien best wel bekend hier in Nijmegen. Die doet veel met historie, oorlog. En die zei ooit tegen mij, jij moet een t-shirtje maken wat puur te maken heeft met de bevrijding. En zo gezegd, zo gedaan. Zo zijn we eigenlijk begonnen met een puzzel te leggen. Het is eigenlijk een wandeling, als het ware. Vanaf het moment dat de Waalbrug eigenlijk gebombardeerd is, tot het moment eigenlijk dat Nijmegen bevrijd is. En daar heeft de Waalcrossing mee te maken. Daar heeft de Market Garden heeft daar mee te maken. En daar hebben we geprobeerd om in een t-shirt te vangen. Richard Hendricks die is betrokken bij de lichtjes op Jonkerbos. Dus dat wil zeggen, begraafplaats Jonkerbos, liggen 1600 militairen. En iedere kerstavond nemen zij de moeite, zeg maar, om daar bij stil te staan, lampjes aan te steken. En dat leek mij gewoon een hartstikke mooi goed doel. Dus daar gaat gewoon een gedeelte van de opbrengst van het t-shirtje. Dat gaat naar die avond, of naar dat weekend eigenlijk. Ja, Richard komt natuurlijk met name de t-shirts die Jan maakt. En toen zei Richard, nou, ik wil Jan een keertje meenemen naar de gieterij, die wil ik dit allemaal laten zien. Nou, Jan werd er ook hartstikke enthousiast van. En voor je het weet ligt er met de dedicated. We maken natuurlijk voor Nijmegen altijd verschillende dingen, vooral op Vierdaagse gebaseerd. En na de Vierdaagse moet ik eerlijk zeggen, ja, dan zeggen we een beetje, ja, moeten we nou tot volgend jaar wachten van de Vierdaagse, op zoeken we weer een thema op. Ja, hoe belangrijk is dan het bedrijf bevrijdingsthema niet? Nou, de Waalbrug is natuurlijk, omdat het over Nijmegen gaat, en de bevrijdingsbrug is Waalbrug, is natuurlijk logisch. Dus de Waalbrug staat erop. Wat ik ook belangrijk vond is, ja, hoe zullen die mensen dat toenertijd beleefd hebben? En ja, een van de belevingen is, ik kan me voorstellen, je ziet die vliegtuigen aankomen. Nu is het nog steeds imposant, je ziet hoe die mensen eruit springen. Moet je je voorstellen hoe dat toen is, in oorlogstijden. Dus de mensen die zullen uit het vliegtuig gesprongen zijn. En ja, zelf sta je dan met je kind op het schouder, ja, te zwaaien, kan ik me voorstellen. Nou, laat ik het zo zeggen, voor ons, het is ons dagelijks beroep, maar het is altijd moeilijk om voor jezelf iets te maken, want dan ben je extra kritisch. Normaal vraagt een klant jou om informatie en wij kunnen dat geven. Maar goed, we hebben natuurlijk een achtergrond in het bedrijf waar wij volop doen 3D tekenen en alles ontwerpen. Dus ja, we hebben de goede mensen in dienst waarmee we dit wel kunnen realiseren. Maar ik weet zeker, dit is een start van meer mooie dingen die we voor Nijmegen kunnen maken. Volg ons ook via RN7 Online. Op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.